Ik denk dat iedereen die ooit ook maar gegamed heeft of een jeugd heeft gehad, wel bekend is met het vlaggenschip van Nintendo, Super Mario. Het bedrijf en Mario zijn onafscheidelijk, maar in Luigi's Mansion 3 neemt zijn broer het voortouw en dat is in mijn ervaring meer dan terecht. Voor het derde deel in de reeks van de Luigi's Mansion serie pakt Luigi zijn stofzuiger weer uit de kast en reist deze keer af naar een mysterieus hotel. En dat zorgt voor de nodige spanning en humor. Ik ben Jesper en dit is mijn review van Luigi's Mansion 3. Zoals ik al zei speelt deze game zich af in een mysterieus hotel waar Prinses Peach, Mario, een aantal Toads en natuurlijk Luigi gevangen worden genomen door King Boo, die uit is op wraak. Alle worden opgesloten in een schilderij, maar natuurlijk weet één held te ontkomen aan dit lot en dat is Luigi. Het is dan ook aan jou om het hele hotel door te speuren om je vrienden en je broer te redden uit de klauwen van King Boo. Samen met professor K. Wiebes, die jou vanuit een mobiel lab via een VR-headset ondersteuning biedt, zul je je door 17 verdiepingen vol met geesten moeten werken om uiteindelijk je vrienden te kunnen redden. Vanaf moment 1 dat je de game opstart merk je al meteen dat deze game echt draait om de droge humor van de Mario Brothers. Vanaf het half rare Engels, half onverstaanbare gebrabbel, tot de grote hoeveelheid emmers water die over Luigi heen vallen. Vanaf de ontelbare keren dat Luigi schrikt van iets onbenulligs, tot de geesten die gewoon zitten te relaxen in het hotel. De charme spat van het scherm af. Ik heb echt een aantal keer hardop zitten lachen omdat er zoiets stoms gebeurde, wat weer leidde tot hard geschreeuw van Luigi. Ik durf zelfs te zeggen dat dit misschien een van de grappigste Nintendo games op de Switch ooit is. Qua gameplay speelt Luigi's Mansion 3 echt super. Je hebt ontzettend veel abilities in je arsenaal, dus alle knoppen op de Switch worden goed gebruikt. Zo heb je een oplaadbare zaklamp, de zuig- en blaasfuncties van je stofzuiger, een zuignap om aan dingen te kunnen trekken, een speciaal soort röntgenlamp waarmee je geheime doorgangen kunt openmaken, en natuurlijk Guigi. En die laatste is de kers op de taart voor mij. Guigi is een kloon van Luigi die vrijwel dezelfde abilities als de normale Luigi heeft. Alleen kan Guigi zich bijvoorbeeld door hekken en traps heen wurmen om zo weer een puzzel op te lossen. Daarnaast is het zo dat Guigi door een tweede speler bestuurd kan worden en je dus ook zo de game co-op kan spelen. De variatie in je abilities die je hebt zorgt voor voldoende afwisseling in het oplossen van de puzzels die de game soms voor je gooit. Soms moet je echt even goed zoeken en nadenken wat je precies moet doen om naar de volgende kamer te gaan. Maar vaak kom je er door alle knoppen even in te drukken snel genoeg achter wat je precies moet doen of waar je naartoe moet. In het begin zijn de puzzels redelijk makkelijk, maar des te hoger je in het hotel komt, des te moeilijker de puzzels worden. Je zult dus echt je hersenen even moeten laten kraken om helemaal bovenin te eindigen. Om Luigi's leven nog even wat extra zuur te maken, staat aan het eind van elke verdieping je een bossfight te wachten, die voor elke verdieping uniek is. Dus verwacht niet dat je twee keer dezelfde boss tegen zult komen. De game ziet er ontzettend goed uit in zowel handheld als tv-mode en dat komt vooral door de ontzettend goede particle en lightning effects die zijn toegevoegd. De game pusht echt alles uit het kleine apparaatje en dat doet dit ontzettend goed. De game is een pracht om naar te kijken. Er is geen hoekje van het hotel wat er minder uitziet dan de rest en dat zorgt voor extreme immersie in het verhaal. Naast de story mode zijn er ook nog twee multiplayer modes aanwezig, genaamd Scream Park en Scare Scraper. Scream Park is een serie kleine minigames die voor één keer wel leuk zijn om te spelen met een co-op partner, maar de gameplay en controls van Luigi's Mansion 3 zijn niet gemaakt voor dit soort minigames. De Scare Scraper mode aan de andere kant is wel heel erg leuk om met een grote groep vrienden te spelen, maar ik vind daarentegen niet dat dit is waar Luigi's Mansion 3 goed voor is. Deze game shined echt alleen tijdens de story mode, dus ik zou mijn tijd niet te veel verspillen aan de multiplayer modes. Als je op zoek bent naar een game voor de Nintendo Switch die grappig, charmant, uitdagend en boven alles super leuk is om te spelen, dan is Luigi's Mansion 3 echt een game voor jou. Tijdens de 15 plus uur die je in deze game zult spenderen, hoef je je echt geen moment te vervelen. De game speelt heel lekker weg en je zult vaak merken dat je je verliest in de tijd. Luigi's Mansion 3 is wat mij betreft een van de, misschien zelfs wel de beste game die in 2019 is uitgekomen voor de Nintendo Switch. Dus, waar wacht je nog op? Bedankt voor het kijken naar mijn review van Luigi's Mansion 3. Vond je dit nou leuk, druk dan even op het duimpje omhoog, de abonneerknop en ook zeker even op het belletje. En mocht je meer van onze content willen zien, ga dan naar de website www.gamergeeks.nl.